is hier dat je perfect met de computer en al zijn toepassingen kan werken. Dat is prima. Jij kan dus perfect met Excel werken. Nee. PowerPoint? Nee. Publisher? Niet echt. Met welke toepassing kan je dan wel werken? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. Je weet het al, de echte grote. Facebook niet. Dat is voor alle mensen, zoals mijn ouders. Dat is grappig. Als je hier zou werken, is het absoluut noodzakelijk dat je perfect met deze toepassingen kan werken. Ik ga je heel veel vragen sturen, data. Je gaat dat moeten controleren, nakijken en terug naar mij moeten sturen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je daar blindelings mee kan werken. Oh, maar dat is geen probleem. Ik vraag het gewoon aan Siri. Siri? Ja, je weet wel. Siri, zeg me dat. Siri, zoek dat eens op. Wij kunnen heel goed antwoorden geven. En vertelt Siri jou ook dat je iedere morgen om 8 uur stipt hier aanwezig moet zijn om te beginnen werken? Ik begrijp het niet. Wat begrijpt je niet? Wat dat je juist zei? Je begrijpt niet dat je iedere morgen aanwezig moet zijn om te beginnen werken. Nee, jij zei 8? Ja. Stipt om 8 uur 's morgens. Ja, 's morgens ja. Oei, maar dat gaat niet voor mij zijn, hè? Wie begint er nu om 8 uur? Ik. Kijk. Mijn Instagram gaat niks uit zichzelf sharen. Dus ik ben bezig met de beste filters te kiezen tot 3 uur 's morgens. Dan moet ik natuurlijk nog slapen en tegen 10 uur haal ik mijn grote chai tea latte. Magere melk 2%, schuim extra heet, maar niet te heet. Dus, als het voor u goed is, dan begin ik 's morgens tegen 11:15. Oh, Goedele. Wij matchen niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Waarom zet jij zo negatief? Ik voel heel veel vijandigheid van u en ik voel mij hier niet veilig en geborgen. Ik ben hier al 5 minuten binnen en de enige lieve woorden dat je tegen mij hebt gezegd zijn schone cv, die dat ik trouwens de hele nacht heb zitten typen voor deze gesprek met u. Je hebt mij geen begeleiding gegeven, geen bevestiging, geen ondersteuning en geen aanmoediging. Waar is hier ergens een HR-manager? Een HR-manager? Ja, ik moet met iemand kunnen spreken. Ik zou een dag verlof moeten krijgen als een dag voor mentale gezondheidszorg. Een dag verlof? Vandaag? Goedele. Kijk eens naar mij. U werkt hier niet. Ontslaat jij mij?